pagina NH Helpt. Ga er naartoe. Like ook die pagina. Meer dan 1000 likes hebben we ondertussen. Wat ga je doen met die tofu? Want het wordt, Herman filmt het nu, het recept. Wat gaat erin, in het gerecht? Nou, dit is dus een recept voor een vegan roomsaus. Dus een roomsaus zonder zuivel en zonder room dus eigenlijk. Waarbij de tofu zorgt voor de smeuïgheid en de cremigheid. Nou ja, wat gebruik je? 150 gram rauwe cashewnoten. Die week je. Dat kan een uur van tevoren. Dat kan je ook al de avond van tevoren of de ochtend klaarzetten. Ja. 100 gram tofu, een teentje knoflook, 1 citroen. Daarvan gebruik je zowel het sap als de rasp van de schil. En tot slot zout en peper naar smaak. Nou, kan niet makkelijker. Je giet de geweekte cashewnoten af. Je doet ze samen met de tofu, de knoflook, citroen, sap en rasp in een keukenmachine. En je maalt hem tot een egale massa. Je kan je misschien een beetje voorstellen, dat ziet er echt uit als een hele romige saus. Lijkt me heerlijk. Je proeft het, je brengt het op smaak met nog wat zout, peper, citroen, waar jij behoefte aan hebt. En nou ja, je hebt een romige saus zonder de nadelen van room. Ja, en dan doe je daar een volkorenpasta bij. Bijvoorbeeld, ja, absoluut heel erg lekker. Ja. En al deze recepten die staan dus in jouw boek. Het gaat dus om het boek De Hippe Vegetariër. Dit was dan toevallig dan de vegan roomsaus. Er komt ook een telefoontje binnen. Wie weet is dat degene die we inloten voor het boek. Wat is nou jouw allerbest verkochte recept, denk je? Ik ben